Me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Ja, goedenavond iedereen. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. Welkom bij het programma De Kim-dynastie of hoe Noord-Korea echt in elkaar zit. Dat is dan de een beetje pedante titel die wij eraan hebben gegeven. Daar gaat u vanavond achter komen. Mijn naam is Tim Wagemakers. Ik ben programmamaker bij de Bali. En ik vind het echt bijzonder leuk dat ik vanavond deze avond mag leiden. Want we zijn hier voor een reden, voor verschillende redenen. We zijn hier omdat Noord-Korea momenteel nogal in het nieuws is. Omdat er nogal veel gebeurt rondom dat land, rondom een top die wel of niet, nou, dat komt allemaal langs vanavond. Maar ook omdat we een boek presenteren, namelijk dit boek van Casper van der Veen. De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea. En ik heb het al kunnen lezen en ik ga toch gewoon even schaamteloze promotie maken, omdat ik echt denk dat dit een belangrijk boek is. Omdat het op een moment waarin we nu misschien soms wat makkelijk over Noord-Korea praten, hè, en beelden bevestigen die we graag willen bevestigen. Kim looking at things of met die kernwapens, het zal wel een gek zijn. Biedt Casper ons een manier om eigenlijk binnen een bredere context te kijken naar Korea. En wat hij doet in het boek is, volgens mij is het nog niet eerder verschenen. Ik heb gezocht, maar er is niet eerder zo'n boek verschenen dat op zo'n gedetailleerde manier eigenlijk uiteenzet hoe die Kims nou, hoe die Kim-dynastie nou tot stand heeft kunnen komen in Noord-Korea. Dus het is echt een aanrader. Een einde van de reclame-mededeling aan het eind kunt u hem kopen. En dan als Casper een leuke avond heeft gehad, en ik denk dat het wel gaat lukken, zal hij hem ook nog signeren, denk ik. Want dan blijft hij nog even hangen voor een biertje. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over heel veel dingen hebben. We gaan het hebben over hoe Noord-Korea toch dat land heeft kunnen worden wat het nu is. Dat vind je allemaal terug in dit boek, wat eigenlijk een aantal lijnen bevat. Het gaat aan de ene kant over die opdeling en hoe dat heeft plaatsgevonden en hoe, nou ja, bijvoorbeeld een van de lijnen is hoe Noord-Korea toen met het ijzer en het staal zat en Zuid-Korea die zat met de akkerland en de akkerbouw en hoe dat soort lijnen eigenlijk nog steeds doorwerken in hoe die landen zich hebben ontwikkeld, Noord- en Zuid-Korea. Het gaat natuurlijk over de geopolitiek, daar gaan we het vanavond ook over hebben. Welke rol heeft Noord-Korea nou op dat wereldtoneel? Zo'n klein land, maar blijkbaar met zo'n aantrekkingskracht dat we er maar niet over kunnen ophouden. Is dat omdat we dat graag willen of omdat er echt iets met dat land is waar we ons toe moeten verhouden met z'n allen? En de derde lijn eigenlijk, en ik weet dat Casper die ook heel belangrijk vindt, is het dagelijks leven van de 25 miljoen mensen die in Noord-Korea wonen en die, zoals Casper nogal romantisch, maar ik denk terecht zegt, die allemaal hun eigen dromen, liefdes, leven en hobby's hebben en waar we nogal makkelijk vaak overheen kijken als we het over Noord-Korea hebben. Nou, dat zijn een hoop lijnen die we vanavond allemaal door moeten nemen. Het is mijn taak, en dat is helemaal geen makkelijke taak daarom, om te zorgen dat we om 10 uur aan de bar staan. En dan moeten we dit allemaal beantwoord hebben. Maar gelukkig word ik een beetje geholpen. Eerst door Casper, die zo meteen uitlegt waar zijn boek over gaat. En ook laat zien die geschiedenis van dat land en hoe dat nu zo geworden is. En daarna krijg ik hulp van Anouk Eigenraam. Die onder meer nu freelance journalist voor het Financieel Dagblad. Ze schreef een boek, en dan moet ik het even goed zeggen, Welkom in Adoptieland, wat eigenlijk een zoektocht is naar haar Koreaanse roots. En ze kwam de afgelopen paar jaar veel in Zuid-Korea. En zij kan ons helpen om ook dat land te duiden, want als je het over Noord-Korea hebt, kan je het eigenlijk niet anders dan ook over Zuid-Korea hebben. Twee landen die zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aan het eind van de avond is er ook genoeg ruimte voor vragen. Dus spaar vooral die vragen op. En dan ga ik nu de officiële aankondiging doen van Casper.
Ik sta achter een katheder, wordt meteen heel statig. Hij is een Noord-Korea-deskundige en historicus. En hij schrijft als journalist veel over Noord-Korea, waar hij eigenlijk elke dag mee bezig is. Hij heeft dit prachtige boek geschreven. En hij publiceert onder andere ook zijn artikelen op zijn website nieuwsuitnoordkorea.nl. En ik ben echt heel blij dat je er bent. En geef hem een warm applaus. Casper van der Veen. Zo. Yes. Dankjewel, Tim, voor de introductie. Toen ik een aantal jaar geleden in Leiden sprak ik een man, Chang Jin-sung. En dat was een Noord-Koreaanse vluchteling, maar niet zomaar eentje. Hij had namelijk een vrij hoge positie bekleed in het propagandaapparaat. En hij vertelde mij, tenminste hij vertelde ons... Toen ik in Noord-Korea woonde, wist ik wel dat er eigenlijk twee Noord-Korea's zijn. Er is het Noord-Korea van waar de grote leider helemaal geweldig is, waar alles een paradijs is, alles goed voor elkaar. En dan is er het Noord-Korea, je noemde het net al even, waar de 25 miljoen mensen zich moeten staande houden, te midden van intimidatie, repressie, honger, voedseltekorten. Maar zei hij pas toen ik het land uitging en in Zuid-Korea kwam en in het westen kwam, kwam ik erachter dat er ook nog een derde Noord-Korea is. En dat vond ik wel het minst begrijpelijke. En dat is het Noord-Korea waar mensen zogenaamd allemaal hetzelfde kapsel moeten hebben als Kim Jong-un. Waar burgers in eenhoorns geloven. Waar Kim zijn ex-vriendin laat executeren. Die vervolgens dan weer op tv te zien is. Nou, dat vond ik een moeilijke Noord-Korea. Maar vooral dat tweede Noord-Korea wat hij noemde, dat vond hij erg belangrijk. En ik ook. En ja, ik heb dus dit boek geschreven over de geschiedenis van Noord-Korea, maar wel leidend tot het heden. Dus het is eigenlijk mijn overtuiging dat om het Noord-Korea van 2018, van nu, goed te begrijpen, dat een goede kennis zeg maar, van de geschiedenis van het land, de ontwikkeling van het land, redelijk onontbeerlijk is. Dus met dit boek probeer ik een aantal dingen te doen en zo historisch volledig mogelijk overzicht te geven. Laten zien hoe we het Noord-Korea van nu kunnen begrijpen, maar ook hoe we daarmee om kunnen gaan. En dus niet alleen het regime, maar ook de bevolking. En eigenlijk is het mijn eerste vraag in dit boek van hoe zijn we hier gekomen waar we nu zijn op dit punt. En dan kom ik dus even bij de geschiedenis van Noord-Korea. Van Korea. Nou, Noord- en Zuid-Korea waren niet altijd twee afzonderlijke landen. Meer dan twee millennia voor de christelijke jaartelling waren er staten op het Schiereiland. En eigenlijk van 918 tot 1910 was eigenlijk het hele Koreaanse Schiereiland verenigd onder één bewind. Wat twee dynastieën heeft gekend. Daar ga ik, ik heb helaas maar 20 minuten, dus daar kan ik niet heel lang bij stilstaan. En dat bijna een millennium aan zelfstandigheid, eigen cultuur, eigen beschaving, kwam in 1910 redelijk bruut een einde toen Korea werd gekoloniseerd door Japan. Japan dat op zoek was naar nieuwe arbeidskrachten, afzetmarkten. En eigenlijk Korea toen koloniseerde. En zeker later, in de latere periode van die kolonisatie, ging dat er erg bruut aan toe. In de zin dat Japan probeerde eigenlijk zoveel mogelijk de Koreaanse cultuur uit te roeien. Dat is ook wel culturele genocide genoemd. Burgers die moesten Japanse namen aannemen, Japans spreken. De steden kregen Japanse namen. Mensen kregen alleen goede banen als ze loyaliteit of aan loyaal waren aan Japan. En eigenlijk dat, die geschiedenis is heel belangrijk om te beseffen. En dat Korea dus een millennium lang een eigen geavanceerde beschaving was. Toen dus wij na 40 jaar heel bruut onderdrukt is. Nu met een poging die cultuur op te heffen. En toen dat ze eigenlijk dachten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog van oké, nu is weer onze kans om onafhankelijk te worden. Toen liep dat dus ook heel anders. Want in 1945 werden Noord- en Zuid-Korea bevrijd van de Japanners. Maar die bevrijding, er zaten wel voorwaarden aan.
De geallieerden hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog afgesproken dat ja, die Koreanen na zo'n lange periode van onderdrukking en de Japanners die hele culturele elite hadden uitgeroeid, die waren niet echt in staat om op eigen benen te staan. Al dus de geallieerden. En die besloten, maar ze kwamen er niet uit wat voor systeem de Koreanen dan onder moesten leven. Dus toen dachten ze, weet je wat we doen? We maken van het noorden een communistisch deel. Dat mag de Sovjet-Unie inrichten. En van het zuiden maken we een kapitalistisch deel. Dat mag de VS inrichten. En dan in hooguit 5 jaar, dan organiseren we verkiezingen op het hele Schiereiland. En dan mogen de Koreanen zelf kiezen onder wat voor systeem ze leven. Nou, dat was 45. Het is nu 2018 en we weten al dat het niet zo is afgelopen zoals het gepland was. Noord-Korea, eigenlijk de staatsstructuur daar werd eigenlijk helemaal opgezet door het Rode Leger van de Sovjet-Unie. Die richtte het eigenlijk in naar een Sovjet-model met één partij, collectieve landbouw. En zij schoven dus na een tijdje Kim Il-sung naar voren om dat land te leiden. Kim Il-sung was toen nog vrij jong, 33 in 1945. Maar had toen al best wel veel naam voor zichzelf gemaakt. Hij had als guerrilla-strijder in Mantsjoerije, dat is in Noordoost-China, wat ook bezet was door de Japanners, had hij al jaren strijd geleverd tegen de Japanse kolonisator. En wat eigenlijk de Sovjet-Unie dacht was, als we deze man naar voren schuiven, die heeft gewoon steun onder de bevolking vanwege zijn heldendaden. Tegelijkertijd leek het de Russen iemand die zij vrij makkelijk als hun eigen pion konden inzetten. En zoals ik in mijn boek omschrijf, daar zouden ze redelijk bedrogen in uitkomen. Nou, ik heb hier dus even expres twee foto's genomen van Kim Il-sung toen hij nog vrij jong was. En er wordt altijd gezegd van ja, die man, of Kim Jong-un, die lijkt zo erg op zijn grootvader. Dus ik heb hier ook even laten zien hoezeer die daarop lijkt. Dat vond ik wel aardig. Nou, de Sovjet-Unie die richtte dus eigenlijk die Noord-Koreaanse staat in. En eind jaren 40 trokken zowel de Russen als de Amerikanen hun troepen terug uit hun respectievelijke delen Korea. En Kim Il-sung dacht, dat is mooi. Ik vraag even toestemming bij Stalin en Mao Tse-tung. En hij gebruikte dat die Amerikaanse militairen daar grotendeels weg waren in 1950 als gelegenheid om Zuid-Korea binnen te vallen. Door de tijd kan ik daar niet super lang mee stilstaan. Een erg vernietigende oorlog met als reden ook dat Kim Il-sung stuitte was aanvankelijk enorm in het voordeel. Het Noord-Koreaanse leger was veel beter bewapend dan het Zuid-Koreaanse. Ironisch genoeg hadden de Amerikanen de Zuid-Koreanen niet alle geavanceerde wapentuig gegeven uit angst dat Zuid-Korea zelf een oorlog zou beginnen. Daardoor konden ze zichzelf slecht verdedigen. En extra vernietigend dus, omdat eigenlijk eerst Noord-Korea bijna het hele zuidelijke deel van het Schiereiland veroverde. En toen de Zuid-Koreanen daarna hulp kregen van een VN-troepenmacht, stoten die bijna weer door in Noord-Korea naar de Chinese grens. Waarna China ingreep en het weer een beetje om een padstelling raakte rond de oude grens, de 38e breedtegraad. En daardoor was het dus een erg vernietigende oorlog, ook erg veel bombardementen geweest in Noord-Korea. Als je daar komt, zie je ook eigenlijk vrijwel geen gebouwen die daar voor 1950 al stonden. Nou, die oorlog eindigde dus in 1953 in een wapenstilstand. Vredesverdrag werd nooit gesloten. Afgelopen Koningsdag spraken Kim Jong-un en Moon Jae-in af dat ze het er dit jaar nog van willen laten komen. Nou, we zullen zien of ze eruit komen. Maar officieel, formeel in ieder geval, is die oorlog nog steeds gaande. En goed, in 1953 was in ieder geval duidelijk voor alle partijen dat die splitsing van de Korea's, dat die voorlopig nog wel zou blijven. En deze leider, Kim Il-sung, die tot zijn dood in 1994 aan de macht was in Noord-Korea, die begon eigenlijk na 1953 echt zijn eigen staat in te richten.
Aanvankelijk na de Koreaanse oorlog, dus 1953, waren er nogal een aantal fracties in die ene toegestane partij in Noord-Korea, de Koreaanse Arbeiderspartij. En het eerste wat Kim Il-sung, wat hij al vrij snel na de Koreaanse oorlog deed, was om zoveel mogelijk al die fracties te zuiveren. Totdat eigenlijk alleen hij en zijn oude guerrilla-strijdmakkers, met wie hij in de jaren 30 gevochten had, over waren. Dus je had eerst mensen die zeiden, we moeten een beetje naar het Sovjet-model kijken, wat toen al begon te liberaliseren. Anderen zeiden, nee, we moeten juist een voorbeeld nemen aan het China van Mao, wat toen juist heel rigide ideologisch was. Anderen zeiden, nee, we moeten meer naar onze nationale geschiedenis kijken. En al die fracties werden eigenlijk één voor één weggezuiverd, verdacht gemaakt, totdat dus eigenlijk alleen nog Kim en zijn strijdmakkers over waren. En dat van die strijdmakkers is belangrijk, want vanaf dat moment werd het dus eigenlijk in Noord-Korea al belangrijker. Niet zozeer hoe ideologisch zuiver je in de leer was, of hoeveel je wist van Marx en Lenin. Ironisch genoeg wist Kim Il-sung zelf vrij weinig van echt de harde communistische theorie van Marx en Lenin. Het werd vooral belangrijk hoe loyaal jij was aan Kim Il-sung, hoe goed je betrekkingen waren. En je ziet eigenlijk dat daar communisme als ideologie al een beetje begint te vervagen. En dat vooral de eigenschappen behouden worden van het communisme. Persoonlijkheidscultus, geen vrije markt, één partij, ook de strafkampen. En vooral die eigenschappen worden behouden die de macht van de leider bestendigen. Nou, op een gegeven moment vond Kim het dan toch wel tijd dat hij met een eigen soort ideologie moest komen. En die ideologie werd Juche. Dat is vaak vertaald als zelfbeschikking. Wat eigenlijk daar werd gezegd door Kim was Noord-Korea moet zich isoleren. En we moeten volledig onszelf besturen op economisch en politiek en sociaal gebied en cultureel gebied, zodat we volledig onze eigen lot bepalen. En hier zie je dus eigenlijk ook dat Kim Il-sung, dat wordt in de geschiedwetenschap ook wel een postkoloniale leider is. Dus eigenlijk iemand die dus deels is, die dus is opgegroeid in die koloniale tijd en zich daar enorm sterk tegen afzet om die onafhankelijkheid weer te herwinnen, maar dus wel die koloniale ervaring dus nog meedraagt. Dus, en wat Kim eigenlijk tegen zijn bevolking zei, en dat Juche, en dat is eigenlijk een beetje vreemd in een communistisch land. Hij zei, het Koreaanse volk, dat is zo puur, dat is zo zuiver en vooral onschuldig. Als je aan puur denkt, dan denk je al gelijk aan het etnisch nationalisme, misschien van de nazi's. Het heeft wel iets etnisch nationalistisch, maar wat hij eigenlijk zegt tegen zijn bevolking, niet dat zij het sterkste volk op aarde zijn. Nee, meer, jullie zijn zo onschuldig en puur. En de rest van de wereld is zo verdorven. Als jullie die invloeden binnenlaten, dan gaat die zuiverheid van het Koreaanse ras verloren. Dus jullie moeten dat je daar verre van houden. En wie jullie je daartegen kan beschermen, dat is natuurlijk de grote leider. Nou, dat klinkt niet heel erg communistisch, maar zei Noord-Korea, dat is hartstikke communistisch, want jullie staten zijn allemaal nog klassenmaatschappijen, maar wij zijn geen klassenmaatschappijen meer. We zijn één grote klasse die verenigd is in de verering van de grote leider. Dus dat is wel creatief geredeneerd. Maar goed, desondanks, Kim Il-sung bleef de hele Koude Oorlog wel onderdeel van het communistische blok. Waarbij hij heel erg slim gebruik maakte van de strategisch gelegen positie van Noord-Korea. Veel landen werd tijdens de Koude Oorlog gevraagd van kies of je hoort bij de Sovjet-Unie of je hoort bij het China van Mao. Maar Kim die wist die leiders vaak tegen elkaar uit te spelen, waardoor hij vaak steun van beide kreeg. Een tactiek die Noord-Korea nog steeds goed beheerst. Nou, als je het over Noord-Korea hebt, kom je ook al gauw op propaganda uit. Die was er eigenlijk altijd al. Die persoonlijkheidscultus rondom Kim werd al in de jaren 40 opgezet. Maar het werd eigenlijk erger vanaf de jaren 70 en 80. Of eigenlijk intenser. En dat was eigenlijk toen zijn zoon Kim Jong-il
een beetje de leiding kreeg over het propagandaapparaat. En wat we hier zien, ik weet niet, is er wel eens iemand hier in de zaal op vakantie geweest in Noord-Korea? Kijk, en een aantal. Nou, dan hebben jullie deze vast wel gezien terwijl je daar was. Iedere burger moet daar op zijn borst een speldje dragen waarop 1 of 2 kimmen staan. En dat werd ingevoerd in 1972 als cadeautje voor de 60ste verjaardag van Kim Il-sung. Niet alleen dat. Ook moet er in ieder Noord-Koreaans huishouden eerst aanvankelijk 1, nu 2 portretten hangen van Kim Il-sung en de tweede leider Kim Jong-il. Ze krijgen er ook een kwastje bij geleverd waarmee ze het stof vrij kunnen houden. En dat wordt af en toe ook gecontroleerd of dat wel gebeurd wordt. Of dat ook wel gebeurt. Nou, ik moet even naar voren skippen. Vanaf 1994, toen overleed Kim Il-sung. Maar eigenlijk datzelfde jaar kreeg de Noord-Koreaanse staat met veel tegenslagen te maken. Noord-Korea had geweigerd te hervormen na de Koude Oorlog. Deuren open te gooien, zijn markten te liberaliseren. Tegelijkertijd werd dat jaar het land getroffen door een aantal natuurrampen, tyfoon en droogte en overstromingen. En dat leidde er eigenlijk toe dat het land zeker vier jaar lang, daarna waren er nog steeds problemen, maar zeker van 94 tot 98 was de ergste hongersnood in Noord-Korea. En daarbij zijn honderdduizenden burgers om het leven gekomen. Er is zo weinig bekend dat schattingen uiteenlopen van 200.000 tot 2 miljoen. Dus ergens daartussen ligt de waarheid. Veel Noord-Koreanen vluchten in die tijd het land uit. Sommigen permanent naar Zuid-Korea, maar veel die gingen gewoon naar China om daar eten te halen, geld te verdienen. Die kwamen daarna ook terug met nieuwe ideeën. En die hadden gezien hoe het leven in een ander land kon zijn. Nou, eigenlijk werd Kim Jong-il gedwongen, zou je zeggen, om het systeem in Noord-Korea te hervormen. Maar hij deed dat simpelweg niet. En hij werd enigszins gered doordat in die tijd er veel geld naar Noord-Korea werd overgemaakt. In 1994 sloten de Verenigde Staten en Noord-Korea een akkoord dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma zou bevriezen en in ruil daarvoor heel veel geld en energiebronnen zou krijgen. 4 jaar later, in 1998, begon de zogeheten zonneschijnpolitiek, waarbij Noord- en Zuid-Korea veel hechtere banden aangingen. En waarbij Zuid-Korea eigenlijk dacht van, nou, als we Noord-Korea, als we daar economisch mee samenwerken, als we ervoor zorgen bijvoorbeeld dat toeristen naar Noord-Korea kunnen, dat bijvoorbeeld een bedrijf als Hyundai mag gebruik maken van Noord-Koreaanse arbeiders, dan gaat dat systeem vanzelf wel open als zij de voordelen daarvan inzien. Dat heeft eigenlijk Noord-Korea ook een beetje uit dat economische dal getrokken. Ik heb hier even deze foto gekozen voor de zonneschijnpolitiek. We zien daar Kim Jong-il en Kim Dae-jung, de toenmalige Zuid-Koreaanse president. Die Zuid-Koreaanse president heeft voor die zonneschijnpolitiek, dus, waarvoor dus heel veel samenwerking met Noord-Korea werd ondergaan, ook de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Ik heb expres deze foto gekozen omdat die mooi past bij beelden die we vorige maand zagen. Dat daar Kim Jong-un en de huidige Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. En in de jaren 90 werd ook vrij makkelijk, vooral door de Amerikanen, heel veel economische hulp naar Noord-Korea overgemaakt, omdat men eigenlijk het idee had dat dat land op instorten stond. Nou, die zonneschijnpolitiek leek een lange tijd goed te werken. Er kwamen veel van dit soort beelden naar buiten. Maar in 2006 kwam eigenlijk een beetje de desillusie toen Noord-Korea zijn eerste kernproef uitvoerde.
En hierna werd ook de zonneschijnpolitiek redelijk rap afgebouwd. 2006 was de eerste. Er werden daarna nog 5 andere kernproeven uitgevoerd, waarvan de laatste vorig jaar met een waterstofbom. Vorig jaar, het ging niet alleen om kernproeven, maar ook zeker vorig jaar om rakettests. En vorig jaar testte Noord-Korea ook met succes een raket die het Amerikaanse vasteland kan bereiken. Overigens, wat je linksonder ziet, is niet een foto van mensen die veel te dicht bij Noord-Koreaanse kernproef staan. Maar dit is van vorige week de journalisten die getuigen waren van de ontmanteling van het Noord-Koreaanse nucleaire testterrein. Nou, die laatste jaren van Kim Jong-il, die in december 2011 overleed, die werden vooral gekenmerkt door die nucleaire spanningen en toch weer verslechterde verhoudingen. En men had dan ook in 2011 heel veel hoop toen er een piepjonge nieuwe leider aantrad. Kim Jong-un. Veel hoop. Nog erg jong. Was toen 28 jaar. Had notabene onderwijs in Zwitserland genoten. Dus nee, dat moest wel helemaal goed komen. Die markten die gingen open. Dat was in ieder geval het idee van veel analisten. Nu weten we in 2018 ook al dat bedrogen is uitgekomen. Kennen we ook van deze beelden. Rechtsboven zien we hem tijdens jongere jaren in Zwitserland. Linksboven met zijn goede vriend Dennis Rodman. En de man die wij rechtsonder zien, dat was eigenlijk toen vooral een teken dat het toch allemaal niet helemaal zo richting de economische liberalisering ging in Noord-Korea. Die man die we daar zien heet Chang Song-taek. En dat was de notabene de eigen oom van Kim Jong-un. Wel zijn aangetrouwde oom, maar toch. Dat zal je familie maar zijn. Het is ook niet voor niks wel eens de Soprano State genoemd, Noord-Korea. Chang Song-taek was dus, werd op dat moment gezien eigenlijk als de nummer 2 van Noord-Korea, de op één na machtigste man van het land. Maar wat hij vooral eigenlijk was leider van de fractie in Noord-Korea die wel iets zag in hele voorzichtige economische openingen. Misschien toch iets meer dat Chinese model overnemen, maar dan wel op zijn Noord-Koreaans heel voorzichtig. Nou, tegenover hem stond de fractie die zei, nee, onze enige manier om te overleven is ons isoleren en focussen op het ontwikkelen van kernwapens en raketten. En ja, eigenlijk met de zuivering van Chang Song-taek, wat ook met heel veel openheid en bombarie gebeurde, was eigenlijk een teken van, nu is die fractie die kernwapens wil aan de macht. En dat is eigenlijk sindsdien zo gebleven. Dit model werd laatst gedeeld door een gevluchte Noord-Koreaan die een hoge positie had op de Britse ambassade. Tae Yong-ho heet hij. Die is een aantal jaren geleden naar Zuid-Korea gevlucht en levert heel veel belangrijke informatie over hoe dat regime werkt. Eigenlijk, hij zegt van, je hebt een soort driehoek en die werkt voor hoe dat systeem in ieder geval intern tegenover de eigen bevolking in stand gehouden wordt. Het land is bezig met isolation bovenin, isolement. Dat wil zeggen van, onze mensen mogen niet naar buiten, maar we laten ook geen invloeden van buitenaf naar binnen. Geen buitenlandse media, geen buitenlandse films. Daarnaast surveillance. En surveillance, daar moet je eigenlijk ook intimidatie aan toevoegen. Noord-Korea wordt iedere burger ontzettend in de gaten gehouden. Zij worden gedwongen aan allerlei rituelen deel te nemen. Iedere week zijn er in Noord-Korea zogeheten zelfkritiek sessies. Waar mensen vaak in wijkverband of in collegaverband. Dan moet iedereen iemand een stapje naar voren doen en zeggen hoe hij die week de revolutie tekortgeschoten is. En als je zegt, het is vooral een hele belangrijke balanceeract. Want als je zegt, ik heb de revolutie helemaal niet tekortgeschoten. Ik,
heb alles gedaan wat ik kon. Dan kan er wel eens iemand anders naar voren treden en zeggen, ja, maar ik heb kameraad Chang toch echt 2 sigaretten in de basistijd zien roken. En dat had er ook 1 kunnen zijn, dan hadden we het kwotum veel sneller gehaald. Maar je kan ook niet zeggen, ik heb schuine moppen over de grote leider verteld. Want dat is dan weer te erg. Dus je moet vooral erg balanceren bij die 6. En dat is de surveillance. Mensen worden echt enorm in de gaten gehouden. Maar er is ook geïntimideerd. Iedereen weet in het land dat als je serieuze misstappen begaat, dat je naar een van de notoire strafkampen kunt worden gestuurd. Waar je 16 uur per dag moet werken met nauwelijks eten. En dan is er daarnaast nog propaganda. Doordat in Noord-Korea dus de staat het monopolie op informatie heeft, kunnen zij dus de bevolking enorm overspoelen met die propaganda. En ik hoor dat ook van mensen die Noord-Koreaans vlucht zijn. Sommige mensen zeggen, ja, maar al die verhalen, we geloofden echt niet alles. Maar het probleem is vooral, als jij bijvoorbeeld niet gelooft dat Kim Jong-un op zijn 8e al een tank bestuurde, ja, dan kun je dat inderdaad niet geloven, maar dan ben je daar eigenlijk alleen met je skepsis. Maar je hebt ook geen externe informatie over hoe het dan wel werkt. Volgens mij zit ik al over mijn tijd heen, of niet? Ja. Waarom Noord-Korea zich zo op kernwapens focust. Als het in Noord-Korea gaat over kernwapens, over denuclearisering of lever maar in die kernwapens, dan heeft Noord-Korea heeft het dan gelijk over Libië. Je hebt dat de afgelopen dagen, hoor je het ook wel veel in de media. Noord-Korea zegt dan, ja, Muammar Gaddafi die had ook een programma waar die massavernietigingswapens aan het ontwikkelen was. En hij gaf dat op in een deal met het Westen. En kijk eens wat er met hem is gebeurd. En dat is eigenlijk wat Noord-Korea altijd als rechtvaardiging naar voren schuift van waarom zij die kernwapens nodig hebben. Ik noem het al even, hè. Straks ben ik alsnog alleen over het regime aan het praten. Ja, Noord-Korea is dus ook een land waar 25 miljoen mensen wat zij hun thuisland noemen. Wat ik al zei, zij leven dus wel in een vorm van isolement. Maar doordat wij het vaak hebben over, hè, die mensen die krijgen alleen maar propaganda over zich heen. Heb je ook het risico om Noord-Koreanen te dehumaniseren. Als je zegt van ja, Noord-Koreanen krijgen met enorme mensenrechten schendingen te maken. Het lijkt iets minder erg wanneer je denkt dat die mensen toch geen idee hebben wat mensenrechten zijn. Eigenlijk niet weten wat ze overkomt. Maar je hoeft ook geen kennis te hebben van universele verklaring voor de rechten van de mens om te weten dat je pijn hebt, te weten dat je honger hebt, te weten dat je iets anders wil. En Noord-Koreanen zijn dus ook echt niet alleen maar, of geen willoze, gehersenspoelde robots, maar dus ook mensen die relaties aangaan, die gezinnen beginnen, die ook wel eens een verzetje in hun leven willen. Hoewel Noord-Korea wel deels geïsoleerd blijft, is er de laatste jaren veel meer informatie het land ingekomen. Er is een levendige smokkel ontstaan in USB-sticks. Eerst ging dat vooral via DVD's, tegenwoordig meer via USB-sticks, micro-SD-kaarten. Hoe kleiner, hoe beter, want dan kun je het verstoppen of met een micro-SD-kaart zelfs inslikken. En daarop staan veel westerse films, maar ook K-drama, Koreaanse soapseries, Koreaanse popmuziek. En veel mensen die het land het afgelopen jaar ontvlucht zijn, zeggen dat vooral heel veel indruk op ze gemaakt heeft. Nou, ik denk dat ik het hier even bij hou. Dit is een zeer samengevatte, beknopte versie. Dan hashtag zelfpromotie. Als je wil weten hoe het nog veel uitgebreider zit, dan liggen er 376 pagina's op je te wachten. Dankjewel, Casper. Geef me een warm applaus. Dank. Ga lekker zitten. Misschien moeten we eerst maar even dan die geschiedenis afmaken die je vanaf eigenlijk 1950... Dan valt alles eruit. Je moet even hier... Ja, precies. Die eigenlijk vanaf 1950... Doet hij het nog? Hij doet nog wel. Dan leg ik hem gewoon even hier neer. Want we zitten nu... En daarna kunnen we het weer hebben over die lange lijnen van Noord-Korea. Maar we zitten nu op het moment dat iedereen...
eigenlijk de uitkomst ziet nu van een proces dat al een tijdje gaande is. Namelijk, hoe gaan we nu weer verder met die top tussen Noord- en Zuid-Korea? Ik maak mijn vraag iets langer, dan heb je de tijd om de zender even. Ja. En wat ik interessant van wat je net zei, is dat in 1994... eigenlijk, je liet die foto zien als parallel, maar er zijn natuurlijk meer parallellen. Hè? Toen zouden ze hun kern proeven bevriezen. Ja, die foto die ik liet zien was tussen Noord- en Zuid-Korea. Ja. En de deal in 1994 was tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Ja. Had ik misschien ook even een fotootje bij moeten doen. En nu heb je natuurlijk weer dat je in een situatie zit dat Noord- en Zuid-Korea gaan een top hebben. Weer. Ja. Op vrijdag is dat volgens mij. Ja, ik weet dat er hoog overleg is, maar of het ook echt tussen de leiders zelf is, dat Te maar zien. Er komt misschien nog een top aan met Amerika. Die ambassadeurs waren weer aan het praten, las ik gisteren. Ja, dus hoge ambtenaren die... Die zijn nu, hoge Amerikaanse ambtenaren zijn in Noord-Korea en hebben gesproken over inderdaad. En eigenlijk, Donald Trump heeft toen met een redelijk bizarre brief heeft hij die top afgezegd. Ja. Volgens mij in de tweede alinea stond, u heeft het over kernwapens, maar mijn kernwapens zijn zo sterk dat ik bij God hoop dat ik ze nooit hoef te gebruiken. Om nog in drie zinnen verder te zeggen, hey, maar als je nog een keer wil praten kun je altijd bellen. Ja, ja. Superleuk. Dus toen liet hij eigenlijk de deur al een beetje op een kier staan op zijn eigen Trumpiaanse manier. Ik geloof dat er toen echt nog geen 24 uur, misschien iets langer geduurd heeft voordat Trump zei, nou misschien gaat de top toch wel door. En nu zie je alweer allerlei bewegingen die kant op gaan. Maar dat had ook te maken met het feit dat Noord-Korea nog steeds wilde aansturen op die top. Hoe verklaar jij dat? Dat zij zo graag hier aan vast willen houden. Ook natuurlijk dat je zag dat Zuid-Korea direct diplomatieke stokje alweer overnam. Ja. En Moon Jae-in de grens overstak om weer met Kim Jong-un te praten. Ja. Het is dus zo dat Noord-Korea die heeft dus vorig jaar zijn ze dus eigenlijk vrijwel alleen maar in het nieuws geweest met raketproeven en die waterstofbomtest. En dat ging maar door in heel rap tempo. Ik weet nog dat we in mei hadden we het over een raket die misschien Guam kon raken, Amerikaans eiland in de Stille Oceaan. En toen al op 4 juli was er een raket die het Amerikaanse vasteland kon halen aan de westkust en... Toen in november was er een raket die heel Amerika kon raken. Dus Noord-Korea heeft echt al zijn middelen dat jaar ingezet om om dat afschrikwekkende militaire programma te voltooien. En wat we nu inderdaad zien met dat hele diplomatieke offensief, dan hoor je veel analisten zeggen, ja, Noord-Korea is een beetje teruggekomen op die harde koers. Ze willen nu toch weer onderhandelen en laat toch wat goede wil zien. In Noord-Korea zelf wordt er op een hele andere toon gesproken. Daar zegt de staatspers, nou, alle tests zijn gedaan, de kernwapens zijn af, we hoeven niet meer te testen, het is klaar. En nu gaan we eens eventjes die economie aanzwengelen. Dus de reden dat Kim Jong-un, dat wil ik ook nog bij zeggen, dat de huidige president Moon... Mm-hmm. Van Zuid-Korea? Van Zuid-Korea, die krijgt natuurlijk heel veel krediet dat hij zo ontzettend veel... overleg voert met Noord-Korea. Maar dat probeert hij eigenlijk al sinds zijn aantreden vorig jaar. Maar pas toen Kim... En elke keer kreeg hij alleen maar raketproeven, dreigementen. Ja. Pas toen Kim Jong-un zelf in januari zei... Nu willen we deelnemen aan de Olympische Spelen en nu willen we wel weer gaan praten. Ja, dat was niet heel toevallig dat slechts een maand was... nadat Noord-Korea had bewezen dat ze de hele... Verenigde Staten konden treffen met een raket. Er zijn ook mensen die zeggen, het laat zien dat sancties zin hebben. Want na de voltooiing van het kernprogramma heeft de VN sancties ingesteld. Nog zwaardere sancties zijn er gekomen. En vervolgens zie je nu, zoals jij het eerder beschreef, een soort diplomatiek charme-offensief. Ja. Of is dat te makkelijk? Dat diplomatiek charme-offensief wordt wel degelijk gedreven... door de economische problemen die Noord-Korea ondervindt. Door de sancties, maar ook... Ja, doordat ze een heel achtergesteld economisch systeem hebben. Wat sowieso al niet heel winstgevend... of tenminste, niet veel winstgevender kan zijn. Die sancties zouden pas werken. Of we kunnen pas zeggen dat ze werken. Als Noord-Korea echt zegt, oké, hier zijn wat kernwapens... of hier zijn onze kernwapens, we stoppen ermee. Of nog beter, we sluiten een van onze strafkampen.
Dat wordt helaas nooit ingezet als onderdeel van de onderhandelingen, omdat mensen dan weten dat Noord-Korea opstaat en wegloopt. Op dit moment zie je eigenlijk wat Noord-Korea wil. Dat heet dan in het Engels having your cake and eating it too. Dus je ziet Noord-Korea die doet dus heel veel voorstellen naar de Verenigde Staten. Maar over het echt inleveren van kernwapens, daar hoor je ze dus. Want daar ontstaat soms een beetje verwarring over, hè, in de westerse media. Want soms lees je ook dat ze wel gezegd hebben dat ze hun kernarsenaal willen vernietigen. En er is die foto die je liet zien, daar is een testsite afgebroken. Ja. Dat wordt vaak geïnterpreteerd als een teken van goede wil en dat ze wel degelijk. Ja, en daarvan zegt Noord-Korea weer, we hebben de testsite niet meer nodig, want we hebben de wapens al. En denuclearisering gebruikt Noord-Korea inderdaad als term. Wanneer vervolgens en Noord-Korea vraagt, want dat heb je ook de afgelopen maanden kunnen zien. De hele tijd werd gezegd, Noord-Korea, ja, ze zijn voor denuclearisering. Nee, we gaan denuclearisering. Maar wel met z'n allen. Ja. Iedereen die moet de kernwapens stoppen. En het was eigenlijk de aanleiding ook die Trump de top deed afblazen. Toen Noord-Korea op een gegeven moment zei, hey, maar als jullie denken dat denuclearisering is, dat wij eenzijdig zomaar onze kernwapens inleveren, ja, dan heb je het verkeerd bedoeld begrepen. Ja. En toen daalde ook een beetje in Washington het besef in van, we zitten helemaal niet op één lijn. Terwijl heel veel analisten daar al heel lang voor gewaarschuwd hadden. Ja, is een hele dringende vraag, zeker, ja. Vertel me, kom wel aan de microfoon, want er is een... u had uw hand omhoog. Ik had een vraag inderdaad, want hij schijnt dus ook, hij is in de afgelopen maanden ook opgedoken in China. Mijn vraag is eigenlijk, wat is de rol dan voor China nog? Ja. Wat heeft die betekend? Want er schijnt ook nog een of ander soort verklaring, bond te zijn, dat China heeft, Noord-Korea heeft bijvoorbeeld beloofd dat ze nooit zouden afvallen in geval van een dreiging. Maar... Ja. Ja. Hoe zit die relatie? Ja, nee, die had ik ook nog wel even kunnen belichten. 376 pagina's, hè? Ja. Ja, en 20 minuten uit maar. Nee, inderdaad. Dat was ook eigenlijk toen die top met Moon Jae-in werd afgesproken in Zuid-Korea. Toen is toen die werd afgesproken, is Kim nog even snel tussendoor ook naar China geweest. Ik denk dat ook wel, ik weet natuurlijk niet hoe dat gegaan is. Maar dat Beijing wel zoiets gehad heeft van, hey, je gaat ons niet uitsluiten uit dit proces van toenadering. Noord-Korea is zeer afhankelijk van China voor economie. Meer dan 90% van de handel wordt bedreven met China. Dat betekent niet per se dat de banden tussen Noord-Korea en China de afgelopen jaren heel goed waren. Die waren juist na het aantreden van Kim Jong-un wat minder. Maar het lijken dus nu wel weer aan te trekken tussen die leiders. En het lijkt er dus op dat Xi Jinping zegt van, het is goed dat er toenadering is, maar je blijft wel onze bondgenoot. In jouw boek zeg je ook, eigenlijk is voor China instabiliteit in de regio het belangrijkste wat ze niet willen. Ja. En dat bepaalt hun houding ten opzichte van. Het is soms wel vreemd dat ze dan inderdaad Noord-Korea steunen, zou je kunnen zeggen. Want dat land zorgt continu voor instabiliteit in de regio. Maar in China wordt het vooral bekeken van... en vaak wordt China heel veel invloed toegedicht. Van jullie hebben... Noord-Korea is zo economisch afhankelijk van jullie. Dan kun je toch wel een beetje... druk uitoefenen, zodat ze hun economie hervormen. En het is heel grappig, want door de jaren heen zijn er maar een paar mensen geweest die ook echt Chinese topdiplomaten en ambtenaren hebben gevraagd van, waarom doen jullie dat niet? Ja. En heel veel zeggen dan van, denk je dat wij ze dat niet verteld hebben? Dat hebben we heel vaak gezegd. En dat willen ze gewoon niet. En in China denken veel mensen juist dat Amerika veel meer invloed heeft dan Noord-Korea, vanwege het sanctiebeleid. Nee, maar... een andere Noord-Korea-analist heeft het wel eens zo omschreven. Er wordt vaak gezegd dat China leverage heeft over Noord-Korea. Dat is dan, wordt dan vaak vertaald als een hefboom. Dus ze kunnen druk uitoefenen om Noord-Korea hun wil te laten uitvoeren. Nou, dat valt in de praktijk tegen.
Jij omschrijft het als een voorhamer eerder, toch? Ja, nou, dat citeer ik die analist wel dan wel even credit. Die analist die zegt dan van het is meer een voorhamer. China kan Noord-Korea knock-out slaan. Ze kunnen Noord-Korea ook doodslaan. Maar ze kunnen niet druk uitoefenen dat Noord-Korea doet wat zij zouden willen. Want voor China is instabiliteit in de regio pas echt als zij zeggen, hey, we trekken onze handen ervan af. Nou, Kim Jong-il bewees al eerder van, als ze geen steun krijgen, gaan ze alsnog niet hervormen. Ja. En China vreest dan eigenlijk een gewelddadige implosie van het land. En dat is veel instabieler voor China, want dan kunnen er miljoenen vluchtelingen China instromen. Kan natuurlijk met ontzettend veel geweld gepaard gaan. Het is nog de vraag waar de kernwapens dan uiteindelijk weer opduiken. Er zitten nu 30.000 Amerikanen langs de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. China vreest dat die dan gewoon lekker oprukken naar de grens van Noord-Korea. Allemaal redenen voor China om te zeggen van beter de status quo te behouden met iets minder raketproeven en onrust. Dan dat we echt Noord-Korea zouden laten vallen. Nog twee vragen voordat we Anouk erbij halen. Het eerste is dat jij net ook weer, en dat deed je ook in je praatje, erop wees dat we constant voorbij gaan aan die mensenrechten schendingen. Ja. En ook als je kijkt naar sancties. Daar heb ik er zelf alsnog weinig over gesproken. Nou ja, daarom is dan deze vraag een mogelijkheid. Maar dat die sancties zijn vaak, als je het dan toch als een weegschaal ziet, als jullie iets doen met jullie kernwapens. Dus iets minder, of jullie doen beloftes, dan worden de sancties opgeheven. Hmm. Maar begrijp ik het dan goed dat mensenrechten schendingen, en dat terwijl Amnesty International daar een hele aparte categorie voor Noord-Korea bijna voor maakt, helemaal niet meegenomen worden in die geopolitieke discussie? Er zijn nog nooit sancties opgelegd aan Noord-Korea vanwege de mensenrechten schendingen. En hoeveel mensen zitten er in kampen? Er is ooit wel gestemd, ooit een voorzichtige stemming begonnen om Kim Jong-un door te verwijzen naar het internationaal strafhof. Maar dat is direct gevetoed door China en Rusland. Op dit moment zitten er naar schatting 80 tot 120.000 mensen in die strafkampen. Ja. Hoe doe je, want dat is dan de andere kant van de, volgens mij de mensen die je spreekt, zijn natuurlijk mensen die gevlucht zijn. Dat is documentatie van mensen die gevlucht zijn of uit geschiedenisboeken. Is er ook wat voor te zeggen dat er een groep is in Noord-Korea die een ander verhaal zou vertellen wat misschien een stuk positiever is? Of zijn daar geen signalen van? Hoe kan je op een goede manier onderzoek doen naar zo'n land als je daar niet zelf onderzoek kan doen? Het is erg moeilijk om in Noord-Korea zelf mensen te spreken. Die krijg je heel moeilijk te spreken. En als je iemand te spreken krijgt, dan heeft hij een script meegekregen. Ja. Dat is eigenlijk de reden dat ik vooral of eigenlijk bijna alleen maar Noord-Koreaanse vluchtelingen heb gesproken. Ja, volgens mij is het ook wat iedereen kan doen, toch? Veel meer opties zijn er niet. Nee, het is. Je hebt natuurlijk ook wel mensen van het regime die dingen zeggen. En waar je natuurlijk wel, als je weer over die geopolitiek hebt, bepaalde dingen aan kan afleiden. Ja. Maar gewoon een normaal gesprek over het leven van alle dag daar, dat is wel lastig daar. Er is een andere Korea-deskundige, Remco Breuker. En als ik die altijd hoor, dan is die niet heel optimistisch. In de zin dat hij vaak zegt dat we echt voor aan de vooravond staan van escalatie, dat hij nog nooit zich zoveel zorgen heeft gemaakt om het Koreaanse. Hij heeft ook onheilsprofeet in zijn Twitter-bio staan. Ja, ben jij optimistischer? Nou, wel optimistischer dan Remco Breuker. Maar ik zal er absoluut niet aan voorbij gaan dat een heel aantal dingen die hij zegt wel serieus genomen dienen te worden. En wel serieuze dreigementen zijn die uit het land uitgaan. En ik vind het zelf ook heel erg prettig dat hij bijvoorbeeld inderdaad ook altijd op die mensenrechten blijft focussen. Ja. En ik vind eigenlijk dat inderdaad op militair vlak is de situatie heel gespannen. En het is ook heel. Kijk, nu is er inderdaad een diplomatiek proces. En wat ik vooral zorgwekkend vind is dat ik eigenlijk twee partijen zie die allebei iets willen. Ja. En wat redelijk onverzoenlijk met elkaar is. En ik begon me eigenlijk pas een beetje zorg te maken toen Donald Trump vorig jaar serieus met fire and fury en de militair ingrijpen ging dreigen. En ook bijvoorbeeld iemand als John Bolton aanstelde als zijn veiligheidsadviseur. Iemand die er openlijk voor heeft gepleit om wat dan een bloody no-strike zou heten. Waarbij je een paar raketten op Pyongyang afschiet om te laten zien dat het menens is. Een no-strike, zei je? Bloody no-strike. Oh, ja, dat is eigenlijk. Het is een
ja, een geweldig idee van diplomatiebedrijven. Dat betekent dus eigenlijk dat je tegenover iemand staat en zegt, nou in dit geval bijvoorbeeld, geef je kernwapens op. En die persoon zegt van nee, doe ik niet. En dat je hem dan een bloedneus slaat. Dat je zegt, geef je nu je kernwapens op? Ja. Dan eigenlijk een soort pestkop manier van je zin krijgen. Ja. En ik ben benieuwd of dat nou de manier is om Noord-Korea naar de onderhandelingstafel te brengen. Mijn vrees is dat Noord-Korea, wat al 25 jaar zegt dat het bang is voor een buitenlandse militaire interventie, dan denkt dat dat begonnen is. Ja. Ja. Goed. Laten we Anouk Eigenraam erbij halen. Zoals ik al zei, ze schrijft onder meer, ze is freelance journalist voor het FD. Ze heeft een boek geschreven, Welkom in Adoptieland, over haar zoektocht naar Koreaanse roots. En ze komt veel in Zuid-Korea en ze volgt daar ook nauwgezet. Geef er een warm applaus. Anouk Eigenraam. Oh, moet je daar gaan zitten? Ja, Anouk, we hebben het nu enorm al een beetje de geopolitiek gedaan, maar laten we eerst nog eens even een stap terugnemen naar dat Koreaanse schiereiland, waar jij ook veel komt. Kun jij iets zeggen over jouw fascinatie misschien met het land en jouw achtergrond daarin? En je hebt het boek ook van Kasper gelezen. Hoe jij daarnaar keek, als je het misschien ook een klein beetje vanuit het Zuid-Koreaanse perspectief kijkt, hè, hoe die verhouding nou is met Noord-Korea. Kleine vraag om Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, goed, mijn fascinatie met het land, het is vrij simpel, vrij duidelijk. Van, ik kom er vandaan zelf, ben er geboren, geadopteerd. Dus ik ging in 2014 ging ik voor het eerst terug daar naartoe om contact met mijn vader te hebben. Nou, dat is een heel apart verhaal, inderdaad. Ja. Dus ik heb heel veel onderzoek toen vervolgens gedaan naar internationale adoptie en hoe Zuid-Korea daarmee omgaat. Dat is een heel ander dossier. Nou, ik heb er 7 maanden gewoond en ik ben er, nou ja, los daarvan een keer of 6 los geweest, iedere keer een maand en zo. Ik was er ook nog met de Spelen recent. En dat was natuurlijk net, hè, toen voor het eerst eigenlijk Noord-Korea weer in de picture kwam. De zus van Kim Jong-un nog gezien? Ja, dus ik zat er precies. Ik kwam aan bij het hotel waar wat ik crashte van een vriend. En dat is een 4-sterren hotel. En ik stapte op een gegeven moment stapte ik uit de taxi. En er stond een hele batterij met journalisten in het hotel. En ik had zoiets van, oké, volgens mij gaat hier iets gebeuren. Ja. Het is niet voor mij. Dat is niet. En toen vroeg ik al zo aan de journalisten van, wat gaat er gebeuren? En toen zeiden ze van, ja dat Kim Jong-un, de zus, hier waarschijnlijk aanwezig was. En toen kwam ze inderdaad zo langslopen. Ja, dat was een grappig moment. Hoe wordt dat charme-offensief dan ontvangen door Zuid-Koreanen? Ja, dat wilde ik zeggen. Dat was grappig, want ik merkte toen wel dat de sfeer daar in Zuid-Korea toch wel een beetje sceptisch was. Wat je merkte, vond ik, dat de internationale media enorm de opsprongen. Heel veel positieve verhalen over de Spelen, toch. En dat ging altijd over van, nou, de zus en ze ziet er leuk uit. En natuurlijk al die cheerleaders die er zaten te klappen. Hè. Het was toch een soort van lipstick-diplomatie, die term is gevallen verschillende keren. En ik vond het heel opvallend te zien, want dat is ook wel iets wat, vind ik, heel goed in Kasper's boek naar voren komt. Dat je ziet dat er een soort van wishful thinking is. Hè? Van, de hele wereld zou graag willen dat Noord-Korea natuurlijk een democratischer land gaat worden. En dan is er een soort van gevoel, denk ik, dat ook de media dat in iedereen, zeg maar, splinter of zo van hoop aangrijpen om te kijken, oh, dit is een bewijs, dit kijk maar. Nu dit gaan is ze moment. Hervormen. Kijk maar, want nu ze doen nu mee aan de Spelen, ja. Of kijk maar, zijn een team. Dus dit is het bewijs dat er vooruitgang in zit. En de ik geloof sfeer, dat zelfs in het verleden wel eens wat foto's zijn gekomen dat mensen zeiden dat, hadden foto's van dat in Noord-Koreanen de rokjes van vrouwen iets korter waren geworden, wat dan een teken was dat het land echt aan het moderniseren en hervormen was. Ja, ja. Nou, maar de sfeer in Zuid-Korea zelf was toen wel wat sceptisch nog met de Spelen. En wat je nu ziet, sinds, zeg maar, dus de eerste top heeft plaatsgevonden, de tweede top nu al, en dat top met Amerika er mogelijk toch aankomt, is dat je wel ziet dat die sfeer nu in Zuid-Korea zelf toch wel een beetje verandert. En dat is wel opvallend, want voorheen kon je zien dat er een verschil was tussen de jongere en de oudere generatie. En er was toch wel vrij veel scepticis, vooral onder de jongere mensen. Maar ik heb nog regelmatig contact met mensen en vrienden die er wonen. Ja. En Koreanen. En die zijn toch nu allemaal best wel een beetje positief. En ik ben er toch wel verbaasd over. Dat ik denk, hey, dat is toch een. Ook zij willen natuurlijk graag dat er verbetering komt. Ik denk zelf ook, en dat zie ik met name bij de president zelf, bij Moon Jae-in.
het gevoel ook van die toenadering. Als je dan hebt, ja, maar de mensenrechten en de kernwapens dan, dat die misschien in die zin ook wel een beetje aan realpolitiek doet. Dat hij zegt, ja, maar als dit faalt, dan gaat Trump misschien raketten schieten. En dan lopen mijn 50 miljoen burgers gevaar. En dat hij misschien op die manier gewoon zegt van, we moeten nu gewoon even zorgen dat dit slaagt. En even alle andere bezwaren aan de kant. Dat is een beetje het idee wel wat ik vanuit... Maar zou je dan als een soort ironische speling van het lot kunnen zeggen dat Trump dit conflict heeft losgekregen? Ik bedoel, als blijkbaar dan nee. In... Nee? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat is natuurlijk ook een heel leuk verhaal om te zeggen. Het is wel mooi als je dat kan zeggen van, ja, Trump... Nobelprijs voor Trump. Allereerst denk ik dat überhaupt Trump van beschuldigen van dat hij strategie heeft, vind ik al bijzonder. Beschuldigen zeg maar. Van strategie, ja precies. Ja. Dat dit een uitgestippelde strategie was van hem. Ja. Nee, ik denk dat als er iets uit zou komen, dan denk ik dat er puur een kwestie van geluk is. Ik vind dat goed naar voren komt in het boek van Casper. Van hoe je ziet dus. Hè, je ziet dat Casper een lijn trekt eigenlijk van het verleden. En hoe de hele Kim-dynastie zeg maar gewoon ontzettend onderschat eigenlijk is. Sinds ze aan de macht zijn, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat iedere keer wordt gedacht van, nou, maar zus en zo. En ze zijn gewoon ontzettend slim. Ze zijn echt wel slim. Dus ze zijn gewoon onafgebroken aan de macht geweest. Ze hebben alle zeg maar mensen die hun positie zouden kunnen bedreigen, hebben ze om zeep geholpen. Ze hebben zuivingen gevoerd door het apparaat op zeg maar, de manier waarop dat ook gebeurde in de Sovjet-Unie. Kim Jong-un heeft zijn eigen oom en zijn broer omgebracht. Hè, vorig jaar nog, toen met die... Die halfbroer begint. Ja, precies. Weet je wel, dus er is niemand. En het is heel duidelijk dat Noord-Korea, weet je wel, heeft de touwtjes in handen in dit. Dat Noord-Korea wel, ongeacht het feit dat ze natuurlijk, ze hebben geld nodig en ze natuurlijk zijn economische problemen. Maar die hadden ze in het verleden ook. En zoals Casper beschrijft, is dat iedere keer ze dan op een hele slimme manier gewoon toch wel weer over geld weten te krijgen. Bijvoorbeeld via de VN of via bedenkelijke regimes in Afrika of het Midden-Oosten. Wapenhandel met Iran, Libië. En dwangarbeiders. Dus, dwangarbeiders. Ja. Dus ze krijgen het toch wel voor elkaar. Dus dit is puur gewoon alleen maar weer om te kijken van, hey, kunnen we op een of andere manier geld lospeuten? Maar vergis je niet. Zij zijn er hier om te blijven. Ja. Wat ik al eerder, ik noemde eerder al van, hey, je ziet al dan vanaf de jaren 50 en 60 dat die communistische ideologie redelijk wordt losgelaten en dat vooral behouden wordt wat de macht bestendigt. Ja. Dus, en je hebt het nu, je omschrijft het vrij goed, dus ik zou ook zeggen van, als je een ideologie op Noord-Korea wil plakken, dan is dat machiavellisme. Dat is een woord wat ik er vaak voor gebruik. Het is eigenlijk gewoon alles om de macht te behouden. Maar tegelijkertijd, ik zag, het is een klein stukje in je boek. En er staan een paar van die kleine dingen in. Hè? Want aan de ene kant, technologie schrijdt voort. Er zijn veel jongeren in Noord-Korea ook die wel via die USB-stickies ook andere dingen te zien krijgen. Via USB-sticks, geen internet. Nee, via USB-sticks. En in bijvoorbeeld in 2009 beschrijf je dat rondom die zwarte markten, die Yandam Yangs. En toen de munt gedevalueerd werd, dat er toch een vorm van protest ontstond in Noord-Korea. Hoe is dat een hoopvol signaal of is dat te klein om echt duurzaam te zijn? Ja, dat er dan onvrede is in Noord-Korea. Zeker op dat moment toen inderdaad die... wat er eigenlijk gebeurde, er werden twee nullen geschrapt van de valuta. Waardoor er allerlei spaargeld en reserves niks meer waard werden. Yeah. Tegelijkertijd zei Kim Jong-il, oh ja, maar de mensen die de officiële economie trouw zijn gebleven, die blijven het oude loon houden. Dus die kregen ineens 1000% loonsverhoging. Dus toen ontstond er ook nog eens gelijk massa-inflatie of hyperinflatie. Heel naar ernst. Ze deden dus een poging die zwarte markten de kop in te drukken. Een heel uitgebreid verhaal. Kijk, en toen was er inderdaad heel veel onvrede. En mensen die ook zoiets hadden van, maar we gaan echt niet meer terug naar die hongersnood van de jaren 90. Ja. Dat accepteren we niet. Dat dan gebeurt in kleine, in een paar incidenten en in kleine vorm. We zouden het graag willen zien, maar dat betekent niet per se dat de mensen in opstand komen tegen hun regime om het af te zetten. Nee, ik vind het ook goed dat jij hoe je ook heel veel aandacht hebt voor de werking van propaganda en zo, en hoe krachtig dat is.
Want bedoel, we hebben natuurlijk gezien hoe dat tijdens de Holocaust heeft gewerkt met het nazisme. Van hoe sterk dat was. En ook in de Sovjet-Unie, maar ook in Noord-Korea. Want mensen weten toch niet beter. En de meest bizarre dingen waarvan je denkt, nou ja, nu gaat het regime toch vallen. Inderdaad, toen er hongersnood was. En dan weet Noord-Korea toch weer zo te draaien, ja, dat het de schuld wordt van Amerika. Of, terwijl je denkt, ja, van, ja, maar dit is onmogelijk. Nee, maar ze kunnen alles zo weten te vermarkten of zo te promoten dat het ten gunste van het regime komt. Ik denk dat tijdens de hongersnood, als er dan niet tijdig een oplossing was gekomen, dat er misschien, maar dat is wel what-if-history, dat toen eigenlijk de enige keer is geweest dat het Noord-Koreaanse regime zijn machtspositie echt in gevaar is geweest. Ja. Maar al die andere momenten op de geschiedenis zijn vaak schromelijk overdreven. Ja. Hoe leeft het idee van een verenigd Korea nog? Want er zijn natuurlijk nu veel generaties die eigenlijk helemaal niet dat ooit hebben meegemaakt. En tegelijkertijd is dat toch altijd iets wat, nou ja, dan boven de markt of de niet-markt in Noord-Korea blijft hangen. Is dat iets wat nog steeds reëel is en speelt? En is dat iets wat gewenst wordt? Ik hoorde er vorig jaar, toen ik in Zuid-Korea was, op een serie conferenties en besprekingen nog steeds heel veel over. Kijk, je moet het op meerdere vlakken zien. Je hebt aan de ene kant mensen die zien hereniging als een soort ideaal. We zijn één volk, we moeten ooit weer één worden, want dit is geen goede situatie. Je hebt in Zuid-Korea heb je ook de groep mensen die zeggen, en daar hoor je nu weer wat minder over, nu het Kim-regime toch weer sterk in het zadel zit. Dat zijn vaak de mensen die zeggen altijd van, joh, maar dat Noord-Korea, dat moet op een dag instorten. Dat kan toch niet eeuwig doorgaan. Veel van die mensen die in Zuid-Korea dat zeggen, die zeggen van, we kunnen dan maar beter zorgen dat Noord-Korea er economisch zo goed mogelijk voor staat. Ja. En dan is hereniging veel meer iets gecalculeerd. Dat Zuid-Korea die vreest dat als het Noord-Koreaanse regime valt, dat zij de troep daar moeten opruimen. Nou, even ter vergelijking, in het dieptepunt, zeg maar, van de scheiding tussen West- en Oost-Duitsland, zeg maar, in het dieptepunt van toen het zo slecht ging in Oost-Duitsland, was de verhouding van lonen daar 1 staat tot 2,5. En tussen Noord- en Zuid-Korea is het ongeveer 1 staat tot 30. Ja. Dus dat is een gigantische wereld van verschil. Dus dat is niet zozeer het verschil tussen het Oost- en West-Duitsland. Het verschil tussen Nederland en Griekenland. Maar dat is het verschil tussen Zuid-Korea en Tjaad of zo. Echt qua inkomen. Ja. Je ziet in dat de oudere generatie, kijk, die is er dus nog wel. Die gaat nu natuurlijk wel langzaam uitsterven. Maar die hebben natuurlijk nog wel een romantisch beeld ervan. En ook willen het, want ja, die hebben gewoon nog familieleden daar, weet je wel. Er zijn duizenden Zuid-Koreanen die nog steeds familie hebben daar. En die, weet je wel, heb een paar van die familieherenigingen of even ontmoetingen gehad. Ja, een van de aanjagers, sorry. Ja. Ja. En maar de jongere generatie, wat ik zei, er is nu een soort van sentiment verandert wel wat. Zelfs onder de jongere generatie. Maar die zijn wel het meest wantrouwend. En die zijn ook wel het minst enthousiast, zou je kunnen zeggen. Tot nu toe ook altijd geweest. Mm-hmm. Omdat er is grote werkloosheid toch wel onder jongeren. Iets van 10%. En dus er zijn, die hebben zoiets van, ja, maar hey, de hereniging. We hebben allemaal gezien hoe het in Duitsland ging. Wij moeten dan de rekening betalen. Ja. En Zuid-Korea is een ontzettend moeilijk, duur, toch wel land waarin het enorm competitief is. Ja, die zit er niet echt te wachten om daar nog meer blauw voor te moeten gaan liggen. Maar het voelt als ik het zo hoor, voelt het van alle kanten als een enorme padstelling. Want je hebt Noord-Korea die afwisselend aan de toevoer ligt van Rusland, China of dubieuze regimes in Afrika om geld te krijgen. Zuid-Korea die dat land misschien ook maar gelukkig niet kapot wil laten gaan of wil imploderen omdat ze dan de scherven moeten opruimen. Uh-huh. Misschien vanwege al die mensenrechten schendingen, dat je toch ook niet helemaal isoleert dat er helemaal niks meer kan daar. Maar op die manier hou je natuurlijk ook het regime in stand. Hoe kijk je daarnaar? Is dat zo'n... Ja, dat is een van de motto's in mijn boek. Dat gaat er ook inderdaad over hoe Noord-Korea, dat zelfs dingen die gewoon heel humanitair bedoeld zijn, zoals noodhulp, gewoon toch weer ten bate van hun regime willen inzetten. Ja.
En je hebt trouwens over dubieuze regimes in Afrika, dat klopt ook wel. Maar het zijn nog meer eigenlijk in het Midden-Oosten. Dus een deel van het gifgasarsenaal van Assad is afkomstig uit Noord-Korea. Veel van de Iraanse raketten komen uit Noord-Korea. Ja. En dat zijn dingen waar veel geld mee verdiend wordt. Maar jij beschrijft volgens mij ook toch dat er is niet de oplossing of zoiets. Maar je beschrijft wel dat wat het Westen of... Veel van de grote criticas inderdaad van overmaken van noodhulp aan Noord-Korea zijn notabene Noord-Koreaanse vluchtelingen in Zuid-Korea. Mm-hmm. Ja. Die zeggen, bedoel, dat moet je helemaal niet doen. Om zeg maar toch het regime, om eventueel daar een soort van scheurtje in aan te brengen. Beschrijf jij volgens mij juist dat het goed is om via de underground en de zwarte markt zoveel mogelijk toch informatie in het land te krijgen. Absoluut. Toch over Zuid-Korea en proberen... Dus niet door steun aan het regime, maar aan die, hoe klein ze ook mogen zijn, bewegingen die zich daaraan onttrekken. Ja, maar het zijn gewoon flinke goederenstromen die via die smokkel... dus officiële en onofficiële goederenstromen die van China en Noord-Korea inlopen... Die kun je inderdaad ook steunen. Je hebt ook organisaties in Zuid-Korea die aan de lopende band USB-sticks volladen met Koreaanse en Hollywoodfilms. En die dan of aan ballonnen de grens oversturen of via die Chinese... Misschien tot slot, en dan gaan we naar vragen uit de zaal. Ga ik iets gevaarlijks doen. Ik ga namelijk aan een historicus vragen om iets over de toekomst te zeggen. Maar misschien als je dan... En aan jou eigenlijk dezelfde vraag. Hoe zien jullie... Als je nou een toekomstscenario, ik hoef niet van je te horen hoe het land er precies over 10 jaar uitziet, maar een richting waar dit land zich op beweegt. Is er dan iets over te zeggen? Ja, dat en dan hang ik misschien ook weer heel veel belang aan één moment. Maar ik verwacht wel dat dit diplomatieke proces tussen de VS, Zuid-Korea en Noord-Korea wel een keerpunt kan worden in de zin van... Als van Noord-Korea nu geaccepteerd wordt gewoon dat zij een kernwapenprogramma hebben, dat ze dat niet hoeven op te geven en dat zij sanctieverlichting krijgen, dan kan Noord-Korea inderdaad zeggen van, dan kunnen we dit regime tot in het lengte der dagen voortzetten. En zullen wellicht ook andere landen, denk aan een Venezuela of aan een Syrië, denken van, het heeft voor hun goed gewerkt, laten we eens kijken hoe zij dat hebben opgeknapt. Ik hoop inderdaad dat er ook nog een toekomst is van uitoefenen van druk op Noord-Korea. En het inderdaad engageren met de Noord-Koreaanse bevolking om hen te helpen. Want het andere alternatief, wat John Bolton bijvoorbeeld graag zou zien, militair ingrijpen, dat zou nog veel rampzaliger zijn. Ja. Ja. Dan ben ik toch maar net zo optimistisch als Remco Breuk. Ja. Ik krijg straks nog het laatste woord. Dus dan ja. Anouk? Even nadenken over iets positiefs. Ja, het is wel moeilijk, hè, want het is altijd zo in een glazen bol of koffie er kijken. Maar ik hoop ook dat. Ik hoop natuurlijk wel dat dit een soort van begin wel kan zijn van toch een wat een betere verstandhouding in ieder geval tussen de twee landen. Dat er misschien wat meer aandacht komt ook voor inderdaad mensenrechten daar. Maar ik ben toch wel... als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie ik nog niet direct... dan ben ik toch wel misschien toch iets terughoudend. Want ik denk dat Kim Jong-un gewoon erop gebrand is om heel erg aan de macht te blijven. En de onvoorspelbare factor is ook gewoon Amerika, Trump. Want kijk, ik denk dat bijvoorbeeld Amerika ook... er zitten nog duizenden Amerikaanse militairen daar. Ja, het kan ook best wel zijn dat Trump op een gegeven moment denkt van... Ja, weet je wel, het is allemaal te duur en zo. We halen ze gewoon weg, weet je wel. Dan heb je weer een heel nieuwe andere situatie. Ja, het is al op gezinsbeeld. Ja. Trump blijft toch ook wel echt de onzekere factor. Het is een onzekere factor, ja. Want Noord-Korea wordt notabene vaak onvoorspelbaar, irrationeel genoemd. Wat gewoon helemaal Amerika ook steeds meer, niet hoor. Zo is. Ja, wat niet zo is. Maar dat geldt dus nu wel in toenemende mate voor de Verenigde Staten, ja. Zijn er vragen vanuit de zaal? Ja. Ik loop iedereen toe, dat is niet voor hier, want het lukt wel, maar voor de livestream thuis. Dus wacht daar even op. Hoe hebben de banden tussen Rusland en Noord-Korea de val van het communisme overleefd? De banden tussen... Ja, want je zegt dat Rusland af en toe Noord-Korea ook steunt, toch? Ja, dat heeft wel een flinke tussenpauze gehad. Dus eigenlijk onder de laatste Sovjet-leider Gorbachev was al wat onvrede met Noord-Korea. Hè, dat...
De Sovjet-Unie ging juist hervormen. Glasnost en perestroika kreeg je toen. In 1990 hebben ze ook de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken naar Pyongyang gestuurd om te zeggen, we stoppen met de steun aan jullie. Waarop die minister zei, nou, dan gaan we kernwapens ontwikkelen. Dus dat was erg... werd gelijk heel genuanceerd op gereageerd. Na de val van de Sovjet-Unie kreeg je in Rusland Boris Yeltsin aan de leiding. En Boris Yeltsin was gewoon op dat moment ook heel erg... was nog heel erg met het communistische verleden van Rusland aan het afrekenen. Heel erg anticommunistisch. Er bleef wel een Russische ambassade in Noord-Korea. Maar eigenlijk de Russische steun, die was echt minimaal. En Yeltsin die had echt een hekel aan Noord-Korea. Je ziet eigenlijk dat het vanaf Poetin weer warmer aan het worden is. Ik geloof dat voor Poetin was zelfs in 2000 was een van zijn eerste, toen hij aantrad, was een van zijn eerste buitenlandbezoeken was zelfs aan Noord-Korea. En Kim Jong-il die is ook meerdere keren in Rusland geweest. Waarom was dat? Dat Poetin als eerste naar Noord-Korea ging? Omdat hij denk ik wel zag dat je, of tenminste hij wilde gewoon wel betere banden met die dictator aanhalen. Ook omdat het direct aan de Russische grens ligt natuurlijk, Noord-Korea. Ook omdat er toen dus al wel verhalen kwamen dat Noord-Korea stiekem toch kernwapens aan het ontwikkelen was. En dat Poetin eigenlijk zag dat je daar toch diplomatiek op mee om moet gaan. Maar ook omdat Rusland, dat hebben ze heel lang gewild en dat is nooit echt gelukt. Maar die zag heel veel economisch potentieel in Noord-Korea investeren. Rusland heeft al heel lang, er is al heel lang een soort droom om dan een grote pijplijn zeg maar, van Rusland naar Zuid-Korea te lopen, laten lopen door Noord-Korea. Maar dat is nooit echt van de grond gekomen, omdat niet zeker is of Noord-Korea wil meewerken of dat gaat betalen of ze dat dan daar massaal gaan aftappen. Andere vragen? Ja. Ik hou me vast. Ik vroeg me af, hoe kan het dat een land dat zo geïsoleerd is, maar natuurlijk ook heel scherp in de gaten wordt gehouden, hoe kan het dat zij het voor elkaar krijgen om wapens naar Assad of naar Rouhani te krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Dat gebeurt op diverse manieren. Er worden heel veel schepen met zogeheten flags of convenience gestuurd. Dus dan wordt er eigenlijk een schip met de vlag van Tuvalu. Vaart dan naar dat land toe. Het gaat vaak ook via ontzettend veel tussenhavens. Ik bedoel, het is zelfs 2 jaar geleden een Nederlands bedrijf overkomen dat ze per ongeluk generatoren naar Noord-Korea stuurden die in een Chinese haven toch nog onderschept konden worden. Omdat dat toen via geweldig veel havens gebeurde en men dacht van nou, Hongkong is de eindhaven, maar dat was dan niet zo. Het is ook, de sancties zijn nu echt vorig jaar echt veel strenger geworden. Daarvoor was het ook niet per se verboden ook om handel met Noord-Korea te bedrijven of om dingen daarvan te importeren of naar te exporteren. En vaak waren die dingen ook enorm verstopt. Er is toen granaatpropellers, ik weet even niet hoe dat heet, die naar Cuba werden verscheept en die onder geweldig veel honingkisten zeg maar werden gevonden. Zo gebeurt het ook vaak en vaak gaat het ook niet direct. Er wordt heel veel van Noord-Korea naar Egypte vervoerd en zeg maar Egypte zorgt er dan weer voor dat dat bij landen als Namibië of Zimbabwe weer terechtkomt. En gewoon ook op zee toch? Gewoon op zee wordt op zee, gewoon op een ander schip gezet en zo. Dat was ook zo toen er op een gegeven moment vorig jaar sancties werden ingevoerd waarbij ook echt de olie- en petroleumexport aan banden werd gelegd. Toen gingen Russische schepen ook op zee zeg maar olie overpompen naar andere schepen. Er worden gewoon elke keer wel manieren gevonden. En wat ook heel veel gebeurt is dat dingen worden verkocht in het buitenland en dat dan het geld zeg maar terugvervoerd wordt naar Pyongyang of ook dingen gesmokkeld worden door Noord-Koreaanse diplomaten. Die hebben namelijk een diplomatiek paspoort
waardoor zij juridische immuniteit genieten. Ze kunnen, hun bagage mag niet gecontroleerd worden, ze kunnen niet vervolgd of opgepakt worden. En zo zijn er zelfs dus Noord-Koreaanse ambassadeurs of ambassademedewerkers geweest in Afrika die op die manier ivoor hebben gesmokkeld naar China. En dus gewoon in hun koffers, die mochten dan niet gecontroleerd worden. En in China werden de hoorns uitgeladen en dan de grote stapels cash werden dan weer naar Pyongyang gebracht. Ja. Het zijn allemaal dat soort tactieken. Wordt er ook ondertussen gesmokkeld naar Zuid-Korea of is het vooral een andere? Ja, nee, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, nee, er is wel een grens, maar het is natuurlijk niet. Ja. Die is niet, hoe zeggen dat, waterdicht of zo. Nee. Nee. Andere vragen? Ja. Hoe afhankelijk is Noord-Korea van het in leven blijven van Kim Jong-un? Zeg maar, hij heeft geen zoon volgens mij die hem opvolgt. Dus zeg maar, als hij omvalt, beroerte of noem het maar, wat gebeurt er dan? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat is volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst heeft Kim Jong-un een zoontje van geloof 1,5 jaar. Dat is een beetje jong om op te volgen. Kim was zelf al vrij jong. Ik vind het oprecht moeilijk om mij voor te stellen dat als Kim Jong-un morgen dood neervalt, dat daar gewoon heel makkelijk een andere leider of een generaal wordt neergezet. Dat regime heeft zich voor de propaganda zo afhankelijk gemaakt van die dynastie, van die bloedlijn, dat ik... Kijk, ik kan natuurlijk ook niet de toekomst voorstellen, maar dat ik me heel moeilijk kan voorstellen dat het regime daar ongeschonden uit zou komen. Dat is ook, denk ik, de reden dat Zuid-Korea vorig jaar meerdere keren dreigde met dat soort zaken. Ze zeiden van, ja, we weten wel waar jullie, de topleden van jullie regime, verstopt zijn. En als jullie iets proberen, dan zullen we die locaties aanvallen. Ik kan me ook voorstellen dat Kim Jong-un het om die reden ook vrij eng vindt om naar Singapore te gaan. Stel, zijn vliegtuig stort neer. Het lijkt mij, ik bedoel, er is gewoon een heel machtssysteem in plaats. En het is ook, heel veel mensen die weten ook precies hoe ze dat land moeten besturen. Maar dit specifieke poppetje, daar hebben ze wel dus eigenlijk hun hele propaganda, de hele legitimiteit van het bewind ook aan verbonden. Nou is het, zal ik ook niet zeggen dat de Noord-Koreaanse bevolking dan direct in opstand komt als daar een of andere generaal wordt neergezet. Maar ja, het zal wel voor zoveel instabiliteit zorgen dat ik me oprecht afvraag of het bewind dat overleeft. Ja. Dus je ziet, dat is ook de ironie aan dat hele Noord-Koreaanse regime. Het is heel erg machtig, maar dus ook om deze en enkele andere reden ook tegelijkertijd heel kwetsbaar. Hij heeft nog die broer, toch? Hij heeft een oudere broer, ja, Kim Jong-chol. Die is wel in een soort van ongenade, maar... Ja, dus hij heeft nog 1 oudere broer. Daar weten we niet veel van. Er is ooit van gezegd dat hij zou zijn overgeslagen omdat hij te verwijfd zou zijn. Nou weten we niet wat er precies mee bedoeld wordt. Er wordt soms gezegd van misschien dat hij wel homo is en dat mag dan niet in zo'n conservatief land als Noord-Korea. Misschien is hij dus niet meedogenloos genoeg. Dus van die broer weten we vooral dat hij af en toe in buitenlandse hoofdsteden opduikt om naar zijn grote idool Eric Clapton concerten bij te wonen. Misschien zijn vrouw dan, hè? Je weet het niet. Er was hier ook nog een vraag volgens mij, ja. Ik had eigenlijk een vervolgvraag over die propaganda. Hoe is dat ontstaan? Want hij is de eerste leider. Hoe zijn ze daar achter gekomen? En dan als historicus, wat mij opvalt in deze hele discussie al heel lang. In Rangoon, die bomaanslag, wordt bijna nooit aan gerefereerd. Waar de ministers en u weet welke. En ook over KL-007, daar wordt ook nooit een discussie. En ik vroeg me af, hoe komt het dat Zuid-Korea toch en de Amerikanen toch dat niet... Ja. Als een soort pokerspel gebruiken. Eigenlijk 2 vragen. Maar die tweede moet je even kort uitleggen waar dat om gaat, die incidenten. Dat we het snappen. Ja, nou dus de eerste, kan ik wel zeggen, wat heeft Noord-Korea natuurlijk vrij duidelijk wel aan de ene kant afgekeken bij Jozef Stalin natuurlijk. Die persoonlijkheidscultus en dat deels gekopieerd. Maar ook, ondanks alle haat en verzet ertegen, ook gekeken naar hoe het Japanse keizerrijk dat in de tijd deed. En je ziet daar ook wel veel sporen van terug, hoe Kim Il-sung zich daar neerzette. Ondanks dus alle haat, maar
dan de methode wel. En jij hebt het dus over eigenlijk twee terroristische aanslagen die Noord-Korea in de jaren 80 heeft uitgevoerd. Eén in Birma. Daarbij werd een poging ondernomen om de Zuid-Koreaanse president uit de weg te ruimen. Nou, die was iets vertraagd met zijn auto, maar meerdere van zijn ministers zijn toen gesneuveld. Onder wie een van de mensen die echt verantwoordelijk gehouden wordt, een van de architecten als het grote economische wonder in Zuid-Korea. En dan in 1987 maakte het eigenlijk nog bonter. Toen werd er een Zuid-Koreaans passagierstoestel opgeblazen, wat van Irak naar Zuid-Korea reisde. En dat was één jaar voor de Olympische Zomerspelen in Seoul. En was eigenlijk bedoeld om mensen te ontmoedigen naar Zuid-Korea te gaan. En Zuid-Korea was op dat moment juist net aan het toetreden tot de internationale gemeenschap bezig met zijn eigen democratisering en liberalisering. Dus dat wilde Noord-Korea even. En toen, ja, alle 115 inzittenden zijn toen om het leven gekomen. Noord-Korea is toen wel naar aanleiding van die tweede terreuraanslag op de lijst geplaatst van staten die terrorisme sponsoren. Waar ze dus vorig jaar opnieuw opgeplaatst zijn. Wat was je vraag? Waarom het daar nooit over hebben in de discussies? Het wordt nooit aan gerefereerd. Ja. Ja. Je bedoelt, werkt dat verleden dan niet nu door in de onderhandelingen? Ik denk dat inderdaad een beetje, dat misschien dan de geheugens toch niet ver genoeg teruggaan, dat het te lang geleden is. Maar je ziet dus wel inderdaad dat er natuurlijk wel gerefereerd wordt aan die liquidatie van Kim Jong-nam, de halfbroer van de leider. Ook veel aan de dood van Otto Warmbier, de Amerikaanse student die toen gevangen is in Noord-Korea, in comateuze toestand is vrijgelaten en enkele dagen later is overleden. Maar er is dus zeg maar zelfs in de Verenigde Staten een reeks sancties naar hem vernoemd, de Otto Warmbier Sanctions Act. Dat soort dingen, dus er wordt wel wat mee gedaan. En natuurlijk, ondanks dat ik vind dat het er nog wel vaker genoemd mag worden, de strafkampen zien natuurlijk ook nog wel. Dus het, maar ik denk ook wel dat totdat Kim Jong-nam zeg maar werd uitgeschakeld op de luchthaven van Kuala Lumpur, dat heel veel mensen dachten, ja, dat van vliegtuigen opblazen en dat soort dingen, dat behoort wel tot het verleden. En dat was het Noord-Korea van de Koude Oorlog. En dat is twee leiders geleden ook, natuurlijk. En het is ook gek inderdaad, want het geldt ook een beetje voor de... ze hebben ook een tijd lang nog aanslagen in Zuid-Korea gepleegd. Ze zijn nog tot aan het Blue House, zeg maar, waar de president woonde, zijn ze gekomen op een gegeven moment in een operatie, 31 commando's. Maar dat was het wel in 1964 dat natuurlijk. Dat wel, maar niet de aanslag op bijvoorbeeld de generaal toen Park Chung-hee. Dat was de waarbij de moeder van de vorige afgezette president Park. Zeker, en nog twee dingen die in Zuid-Korea natuurlijk wel heel vaak genoemd werden. En want dat is inderdaad langer geleden, maar wat nog veel korter geleden is, toen dus in 2010 er een Zuid-Koreaans marinefregat in twee stukken werd geschoten, waarbij 46 militaire mariniers overleden. Ja. En later ook nog een eiland bestookt werd, waarbij ook burgers overleden. En je zag ook bijvoorbeeld dat toen Moon Jae-in, dus de huidige president, die maakte zich toen op bij de Olympische Winterspelen. Waar toen dus die openingsceremonie door Noord- en Zuid-Korea gezamenlijk gedaan werd. Ja. En echt op de dag voordat die ceremonie plaatsvond, ging Lee Myung-bak, dus twee presidenten geleden, die president was toen ten tijde van die aanval op dat marinefregat, die ging toen zeg maar die dag naar de gedenkplaats voor die gesneuvelde. Als symbool. Als symbool. Ja. Maar hoe wordt er dan in Zuid-Korea op gereageerd als ze nu bijvoorbeeld die foto zien, waar die toch vrij lachend met Kim Jong-un op de foto gaat? Is dat toch nog een open wond waar hij dan in... Of is, wordt dat niet zo? Nee, dat vind ik dus ook wel een goed punt. Dat verbaast mij ook soms dat daar in Zuid-Korea dan ook zo relatief
eigenlijk ja, weinig over gesproken wordt of snel voorbij wordt gegaan. En nee, sterker, die foto's nu allemaal, iedereen zat er van, oh, ze ziet er toch wel schattig uit en zo, hè, die Kim Jong-un. Dat is echt een beetje het sentiment. Die zo van, oh, het is toch, ziet er, weet je wel, jonge man, hij is een beetje zo, hè, gezet, knuffelachtige beer, weet ik. Ja, het is heel bizar, maar ja, toch, je kan het niet verklaren. Nou ja, mensen willen het toch graag, denk ik. Ja, weet je wel? De mensen willen het toch graag. Peiling is de mening over Kim Jong-un beter geworden. Ja, ik hoorde inderdaad ook veel meer. Veel meer kritiek toen zeg maar dat diplomatieke offensief net begon. Ja, dan, en ook toen die gezamenlijke die openingsceremonie. Ja. Daar hoorde je nog best wel veel kritiek op toen in Zuid-Korea. En inmiddels hoor ik wel minder. Ja. En dat is ook wel logisch. Ik bedoel, die Zuid-Koreanen die leven natuurlijk toch al decennia wel in een soort van stresssituatie en spanning. En kijk, iedereen zegt wel dat van ja, er is meer raketproof. En in principe zijn mensen daar redelijk aan gewend. En gaan ze leven ze gewoon hun leven, weet je wel. Ik bedoel, ze gaan gewoon aan het werk en ze gaan uit en stappen. Maar er zit natuurlijk wel. Het is wel stressvol natuurlijk toch, het idee. En dus die hoop dat graag daar misschien verandering kan komen, is dan toch belangrijker, denk ik. Als er nu dan zo'n moment is, dan. We hebben nog tijd voor twee laatste vragen, denk ik. Voor de mensen die echt niet kunnen slapen als ze dat niet gevraagd hebben. Ja. Als je het hebt over 1945 en die splitsing en die voorgenomen verkiezingen, 5 jaar na die splitsing, in retrospectief is dat best wel naïef. En dan kijken wij daarnaar van hoezo verkiezingen, dat je kunt toch zien aankomen dat als je het opsplitst dat het nooit gaat lukken. Ja. Hoe zat dat toen? Was dat echt een serieus plan of was dat eigenlijk nooit de bedoeling? Vooral vanuit de Amerikanen was het wel een serieus plan. En de vraag is wel inderdaad of het de Sovjet-Unie dat ooit echt gewild heeft. Maar het werd al vrij gauw duidelijk dat dat inderdaad een illusie was. Ja, ik moet wel zeggen dat in 1945 de Koude Oorlog, misschien die ook in retroperspectief had zien aankomen, maar dat was toen nog helemaal niet, niet in volle glorie losgebarsten. Die hadden net als bondgenoten hadden ze Hitler Duitsland en Japan verslagen. Dus het leek ook nog wel samengewerkt te kunnen worden. Ja. Een andere vraag nog? Je mag er twee vanavond. En, ja, dank je. Ja. Dat is een heel raar vraag, maar ik ben ooit in Panmunjom een paar keer geweest. En ik weet dat er heel de onderhandelingen zijn van de, zeg maar de VN-vlag versus Noord-Koreaanse vlag. En hoe groot en hoe klein. Weet je, dus toen ik die foto's van de Noord- en Zuid-Koreaanse leider zag, hand omhoog. Weet jij hoe doorgedacht is dat geweest? Hoe spontaan? Hoe geregisseerd is eigenlijk met die twee foto's? Is dat? Oh, nee, dat doet Noord-Korea al heel lang. Ik weet niet of dat ook een ik ken het vooral uit de Noord-Koreaanse geschiedenis. Want zo zat Kim Il-sung er ook met Ceausescu altijd bij. Altijd met zo'n soort driehoek, inderdaad. Ja. En er zijn ook foto's van hem met Afrikaanse leiders. Altijd die hand samen in de lucht. Met ook alle toppen, de inter-Koreaanse tops, dat gebeurd is. Dus, Zuid-Korea ook hoor. Pers wordt daar ontzettend gesacraliseerd, dus ook allemaal niet toeval. Nee. Misschien tot allerslot, waar zijn jullie nou de komende, want het nieuws gaat nog wel even door. We hebben gelukkig vanavond ook iets dieper kunnen graven naar de onderliggende lijnen. Maar waar zijn jullie nou het meest benieuwd naar, zeg maar als we de zaal uitlopen, waar we de komende tijd op moeten letten? Is er iets waarvan je zegt, daar kijk ik wel naar uit? Ja, ik kan wel zeggen die top tussen Trump en Kim. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ook inderdaad over hoe... En dan kom ik toch weer op die mensenrechten. Ja. Want ik wil niet direct de vergelijking leggen met de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben het hier wel inderdaad over strafkampen, waar mensen dus 16 uur per dag werken, gefolterd worden, soms verkracht worden. Gewoon wat je nauwelijks voorstelbaar. Ik weet dat er toen na de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel kritiek kwam op mensen die zeiden, we hebben es niet gewoest. Of mensen die het dus wel wisten, maar niks gedaan hebben. Deze Noord-Koreaanse strafkampen bestaan dus al echt al een halve eeuw. En dat daar eigenlijk wereldwijd kennis over is, is ook al best wel een tijdje. Ja, wij hebben ook boter op ons hoofd. Er is eigenlijk nog helemaal niks ondernomen tegen die werkelijkheid. Ik vraag me eigenlijk af wat er moet gebeuren voordat daar een keer tegen is opgetreden. Waarvan akte, Anouk? Ik ben wel benieuwd of de Zuid-Koreaanse president Moon, zeg maar, hoe
hoe die dit toch wel heel, stekelige onderwerp, zeg maar, hè, gaat managen. Van, ik bedoel, hij krijgt nu natuurlijk het voordeel van de twijfel. Zuid-Koreaan waren eerst heel sceptisch. Vonden ook wel dat die hele top, zeg maar, en de deelname van Noord-Korea aan de Spelen best wel veel geld had gekost. Zijn economische beleid begint nu al een beetje. Hè, hij had groei van de welvaart is wel beloofd. Dat valt nu al wat tegen. Dus het is ook een beetje de vraag of dit niet in zijn gezicht gaat ontploffen. Weet je, of dat mensen toch. Het sentiment kan in Zuid-Korea ook heel snel omslaan. Hè. Dat zag je ook toen met Wees in het Park, toen ze afgezet ging worden. Dus het kan ook zomaar zijn dat hij volgend jaar hier ontzettend op bekritiseerd gaat worden. Ja, ja. Het was een genoeg om met jullie te praten. Geef ze een warm applaus. Anouk Eigenraam, Casper van der Veen. En tot slot nogmaals dus in de foyer. Jullie krijgen straks naar buiten een consumptiebon. Maar dat staat ook een mooie boekentafel. En daar kom jij straks denk ik ook naartoe voor mensen die nog iets erin willen schrijven. Ja, dat dacht ik al. En ik wil als laatste nog even wijzen op iets bijzonders wat we doen op zondag. Ik doe het aan het einde, dus ik hoop dat jullie nog heel even kunnen opletten. Want we hebben een jaar gewerkt aan een groot forum over Europese cultuur. Jullie hebben ook boekjes. En omdat we daar al een jaar mee bezig zijn, willen we dat toch even aan het eind melden. Kijk vooral in het boekje of je nog iets leuks ziet. En dan hoop ik jullie het komende weekend te zien. Bedankt voor nu. En geef nog één keer aan Anouk, maar vooral ook Casper, wiens boeken vanavond presenteren. Een warm applaus en een fijne avond. Dank je wel.